Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekt veel bewolking over Nederland. Alleen in het noorden van het land is de bewolking soms wat dunner. En verder valt er ook van tijd tot tijd regen. In het zuiden is dat wat langdurige regen. In het noorden zijn dat een paar buien die overtrekken. Vanochtend temperaturen tussen 6 en 8 graden en een matige tot vrij krachtige wind. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 7 tot 10 graden. In het noorden misschien een klein beetje zon, maar ook buien. In het zuiden blijft het grijs en lang regenachtig. De wind houdt een westelijke richting aan en is bij zee vrij krachtig tot krachtig in de avond. Met dan in het noorden geleidelijk wat op meer opklaringen en de regen die zich wat meer naar het zuidoosten verplaatst. Verder nog weinig verandering, temperatuur blijft hoog. Morgen wordt het 7 tot 9 graden. De zon schijnt af en toe, als eerst in het zuiden. Maar het raakt toch opnieuw bewolkt. Van het zuidwesten uit gaat het ook regenen. En de meeste regen valt in de avond in het noorden van het land. Ook zondag nog een dag met vrij veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Maandag is het veel vaker droog en schijnt de zon af en toe. En dinsdag is het dan ook gewoon weer wisselvallig. Temperatuur steeds rond de graad of 8. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.